Kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuwe In Gesprek Met. Je ziet het, ik sta hier tussen een paar hele leuke dames en natuurlijk ook een heer. En met hun ga ik praten over het Miss Tropical Beauties Contest 2019. Deze dames zijn een deel van de dames die meedoen in totaal. Zijn er 10. In totaal 10. En hier heb ik 4 beauties met wie ik straks een leuk gesprek ga hebben. Allereerst beginnen we met de kennismaking. Dat zal ik niet doen. Ik zal ze zichzelf aan u voor laten stellen. Goedenavond, ik ben Keshaya Barrow. Ik ben 18 jaar oud en studeer op het VWO 4. Ik heb van het jaar meegedaan, ik doe mee aan Miss Tropical Beauty Suriname 2019. Omdat ik een inspiratie wil zijn voor mijn leeftijdsgenoten. Want ze zeggen, onze jongeren zijn de toekomst van morgen. En met mijn platform die ik ga krijgen, zou ik ze graag willen inspireren dat ze achter hun dromen gaan. Ah, ja. Oké, dus dit is je droom? Of één van de dromen? Eén van de dromen. Oké, wie hebben we daar? Hier hebben jullie Aruna Abdul, 22 jaar jong en student van de Anton Kom Universiteit van Suriname. Ik studeer agogische wetenschappen. En waarom ik mee heb gedaan aan Miss Tropical Beauties is omdat ik pageants altijd heel leuk heb gevonden en ik bewonder die vrouwen altijd die meedoen, nu ook de heren. En ik dacht van waarom niet een kans nemen en die uitdaging aangaan, en vandaar dat ik hier sta vandaag. Wow. Jongeren moeten uitdagingen aangaan. Wie hebben we hier? Goedenavond, mijn naam is Rashida Sweet en ik ben 22 jaar jong. En ik ben student van het IMEO 2. Waarom ik meedoe aan Miss Tropical Beauty Suriname 2019? Geloof me, het is één van mijn dromen geweest. En ja, één van mijn dromen, die komt natuurlijk uit. Aha. Keep on dreaming. En last but not least, naast deze dame wilde ik niet staan, maar zij is Miss Legs. Lekker lang. En wie is dat? Ik ben Paula Saista, ik ben 21 jaar jong en ik studeer administratie accountant op het IMEAO. De reden waarom ik meedoe, het is meer een uitdaging geweest. Ik vond het wel altijd leuk, de pageantwereld. En van het jaar heb ik het initiatief genomen om mee te doen aan een misverkiezing. Dat is de reden waarom ik meedoe. Oké, dan weten we wie we hier hebben. Maar de heer gaat zich natuurlijk ook voorstellen. Goedendag, mijn naam is Jeremy Chanakun en al 8 jaar verbonden met Miss Tropical Beauty Suriname, de organisatie. Juist. En eerst hadden we de heren. Ik voelde me lekker hoor tussen die heren. En vandaag hebben we de dames. Jeremy, 4 van de 10 dames. Ja. Oké, vertel. Eigenlijk net als bij de heren. We hebben auditie gehad in april. En daar hebben we 10, eigenlijk waren er 11 dames. Eentje is ook vroegtijdig, heeft het traject gezegd, nee, ze komt volgend jaar terug, zegt ze. En we zijn toen het traject gestart met 10 dames. 10 dames die we laatst op 27 juni hebben gepresenteerd aan het publiek. En op 4 juli toen ook een talentenronde hebben gedaan. En ja, 4 augustus gaat het allemaal gebeuren in de ballroom van Torarica. Gaan we een nieuwe Miss kronen. Ja. Ik ben er hoor, ik weet niet van u, maar ik ben daar voorin om te kijken. Want omdat ik met ze praat, zijn allemaal ook mijn favorieten hoor. Dus ik ga, wanneer ik jullie zie komen, yeah! Maar vertel, de voorbereiding nu, je bent geselecteerd. Hoe bereid je je voor naar 4 augustus toe? Oké, mijn voorbereiding is heel erg, dus mentaal probeer ik me goed voor te bereiden, want het is best wel veel druk. Mm-hmm. En fysiek is het gewoon looptrainingen. Je moet weten, je moet lopen. Vooral bij bijvoorbeeld bikiniranden. Mm-hmm. Moet je echt een mooie wak geven. Okay. Dus dan moet je oefenen. En ja, vragenranden. Je krijgt topics, dus dan kunnen we die topics oefenen. Zodat we weten waarover we praten als we op het podium staan. Ja. En je zegt zo, mooie ronde. Wat? Je moet allemaal schudden en alle leuke dingen doen? Niet alles schudden. Maar een hele, zeg maar, leuke walk. Want het is bikiniranden en zeg maar, je moet jezelf wezen. De voorbereiding van jou. Voorbereidingen van mij, net als wat Miss Keshaya zei. Je gaat je mentaal heel goed voorbereiden, want het is heel veel at one time. En voor mij is het helemaal een nieuwe ervaring, omdat ik niet echt ooit mezelf daar buiten heb gezet, om het zo te zeggen. Dus mentaal probeer ik me heel kalm te houden. En we hebben ook trainingen gehad waarbij je leert mediteren. Dus dat zal ik heel handig gebruiken. En ook
ja, meer zelfvertrouwen hebben, zodat ik mijn bikini-ronde wat beter kan doen. En mijn walk oefen ik ook elke dag. Ja, dat zijn... ging niet helemaal goed bij de bikini-ronde. Ja, nou, je weet, mensen zeggen, you're your biggest critic. Mm. Dus ik probeer het steeds beter te doen, natuurlijk. Ze gaat ervoor. Oké, hoe bereid jij je voor? Nou, eerlijk waar, Tropical Beauty is Suriname. Ik had het echt onderschat, maar wat ik nu heb gezien is het echt op niveau. De druk die op je wordt gezet en als je het al druk hebt van huis uit, je studie, je werk, je hobby's en al dat andere buiten, heb je dus echt een apart schema die je dan opnieuw gaat moeten maken. Toch? Er zijn trainingen, er zijn sociale projecten. De misters en de missen dienen elkaar natuurlijk beter te leren kennen, omdat we natuurlijk om moeten gaan als broers en zusters. Dus ik vind het nou goed tot nu toe. Alles loopt goed af naar 4 augustus toe. Laten we zeggen dat we een prachtige show gaan neerzetten op 4 augustus. Yes. Ze komen er al helemaal in. Oké, de voorbereidingen voor jou. Ik probeer mentaal altijd in een rust te zijn, zodat ik altijd kalm ben, nooit agressief ga doen en zo. Mijn walks oefen ik ook voor de spiegel, loop ik. Er is een grote spiegel in mijn keuken, dus daar loop ik die niet in de keuken? Ja. Dus ik oefen mijn walks op mijn hakken en mijn pageant vragen ook. We hebben topics gehad, dus van die topics uit oefen ik die vragen. En het lukt aardig tot nu toe. Als ik zo naar ze luister, Germaine, dan merk ik ook dat het niveau steeds verbeterd wordt. Hè? Klopt. Als je moet vergelijken van waar jullie zijn begonnen, 8 jaar terug, hè? Oh, naar nu, ja. Vertel. het is ook 8 jaar geleden begonnen. Als ik kijk naar de stage alleen van de ballroom toen vroeger, ja, dan was het echt een gewone stage, wat lichten. En nu is het een hele production geworden. Als ik kijk naar het niveau van de kandidaten, we merken dat we in een evolving world zitten. Je merkt het ook elk jaar. Als ik kijk naar de badge, die was jaar 1, 2, 3. Het verschilt nu met de badge die we nu hebben. En dat merk je. Onze tijden veranderen heel snel. En onze focus van onze leeftijdsgroep is helemaal anders. Dus je gaat ook steeds je training aanpassen. En vergeet niet, we willen ook internationaal winnen. Yeah. Daar gaan we ook voor. Yeah. We doen niet alleen het voor het lokale, maar we willen ook internationaal winnen. Kijk, we hebben die smaak een beetje te pakken gehad toen Jelis Apigot 2016 derde plaats was geworden. Yeah. Dus we willen hoger. Ja. Yeah. Dus ze zeggen het al, het is mentale training. Mentaal is echt, Rashida zegt het ook, onderschat. Men onderschat het gedeelte wanneer men komt bij ons. Want men denkt het is alleen maar lopen, mooi zijn, dan ga je make-over geven, dan is het klaar. Ja. Nope. Je krijgt 50% van ons en 50% komt van jouw eigen discipline. En dat is eigenlijk, ze zeggen het al, het mentale gedeelte waar je moet voorbereiden. Tuurlijk, je moet een beetje letten op je walk, een beetje letten op wat je zegt, je moet je onderwerpen kennen. Maar dat ligt ook, ik zeg ze ook vaak, wanneer ze bij mij komen, is het alsof ze voor het eerst krant hebben gelezen. En ze lachen, maar het is waar. Ja. Weet je, het is voor het eerst dat ze naar nieuws kijken. Mm-hmm. Maar het is belangrijk dat als je ambassadeur of ambassadrice wordt van je land, dat je je land leert kennen. En niet alleen dat we buren zijn van Guyana, de Noord-Atlantische Oceaan, daar hebben we, daar onze president is meneer Wouters. Nee, er is veel meer dat je moet weten over ons land. Zo, nou, dat vind ik mooi, want vroeger sprak men een beetje geringschattend. Oh, ja, het is een vleeskeuringswedstrijd en die meisjes weten niks. Het zijn gewoon beauties. Maar als ik zo naar je luister, er zit veel meer in. Omdat beauty tegenwoordig gedefinieerd wordt door zelfverzekerdheid. En dat is eigenlijk de term die we nu moeten gaan gebruiken. Everybody's beautiful. Mm-hmm. It is in the eye of the beholder. De een kijkt er anders naar, de ander kijkt er anders naar. De een houdt van een meer rondingen, de een houdt meer van een lange statige dame. Die ander houdt van een hele mooie korte lieve dame. Het is, everybody has their own taste. Maar uiteindelijk moet je ze zodanig vormen dat ze uiteindelijk een goede ambassadrice worden voor. En een ambassadeur worden voor Suriname, zodat iedereen achter ze staat. Weet je, als we straks iemand kronen, moet iedereen zeggen, ja, dat is the representation of Suriname. Dat is Suriname. Helemaal. Oké. En je hebt al aangegeven, you're putting yourself out there en je oefent. Mocht je winnen, wat ga je doen? Mocht ik winnen? Nou, dat zou een hele eer zijn. Ik neem aan dat je ervoor gaat. Ja, natuurlijk. Mm-hmm. En ik zou dat platform dan gebruiken om mensen bewust te maken om minder plastic te gebruiken. Om gewoon bewuster te worden van hun milieu.
En dat, ja, dat je deze moet koesteren eigenlijk. Want ja, de aarde is ons enig thuis. Zoals ik al zei bij mijn talentenronde. Dat heb ik heb over milieubewustwording gepresenteerd. Ja, ja. En ja, ik zou een beetje in die richting dan mijn platform gebruiken daarvoor. Ja. Ja. En jij geeft aan de jongste van de groep. En ook, ja. Jij bent niet de kortste, toch? De kortste. Ik ben ook de kortste. Oké. Maar je hebt aangegeven waarom je meedoet, maar wat heeft je getriggerd? Wat zegt je omgeving erover dat je meedoet aan dit contest? Dus mijn familie. Familie, vrienden. Ze zijn tot nu toe heel erg supportive geweest. En ik ben er echt dankbaar voor alles wat ik nodig had. Als ze me naar plaatsen moesten brengen. Want het is ja, heel veel op en neer gaan. Mm-hmm. Shoots en trainingen, ja. Ze zijn heel erg supportive geweest. Ja, ja. En je gaat er natuurlijk voor, hè? Ja. Miss Tropical Beauty 2009, Suriname 2019. En dan, als je gekroond bent, wat zal het eerste zijn dat je doet? Oké, ik wil me heel graag focussen op de jongeren. Want ik ben er echt van overtuigd dat Suriname heel veel talent heeft. Heel veel talent heeft. Alleen zie ik dat bepaalde jongeren niet de kans krijgen. En ze ook niet durven. Ik heb dit gezien omdat ik ben al langer dan een jaar model, snap je? En als je model bent, zeg maar, mensen kijken op naar je. En ik heb heel vaak op social media berichten gehad van ik zou graag dit willen proberen, ik zou graag dat willen proberen. Maar, er is altijd een maar. En die maar wil ik zo dan proberen weg te werken. Dus ik zou heel graag een project willen opzetten. Niet alleen ja, voor talenten, maar ja, modellen kan ook. Bijvoorbeeld kleding zoals nagels doen. Echt zodra ze zeg maar erbuiten zetten. Ja. Ja. Voor jou is het van, jongeren moeten niet gewoon hangen en gek doen. Ja. Want ze hebben talent, ze moeten gebruik maken van hun talenten. Ja, ik zou dus, mijn project wil ik zo dusdanig instellen dat er ook minder jongeren op straat hangen. Mm-hmm. Dus ergens daar in de buurt, maar sowieso met jongeren. Okay. en echt, je oogt ook heel erg jong, maar ook heel zelfverzekerd. Want je dacht, jongeren hebben echt veel talent. Ik denk, kijk. Select. Maar je weet waarvoor je gaat. Ja. Yes, okay. En jij zegt, je hebt het eigenlijk een beetje onderschat. Maar het lukt, de combinatie, werk, oefening, alles. Ja, klopt. Sowieso ga je prioriteiten moeten stellen. Sowieso. En discipline moet er natuurlijk als eerst staan. Dat is standaard. Want eerlijk waar, ik ben Tropical Beauty Suriname. Verschrikkelijk dankbaar, echt waar. Al moet ik waarom zeggen, we hebben heel veel geleerd in die korte periode. Wat trainingen betreft, kijk, al zijn we bijvoorbeeld gericht op één doel, de misters en de misters. Het is eigenlijk zo dat we zodanig als zuster zo geliefd leven met elkaar, dat je eigenlijk niet voelt dat er een kleine streven is naar ik wil die kroon, ja, een competition. Je voelt het niet eens, snap je? En dat vind ik zo geweldig. Maar je gaat ervoor. Ja, sowieso. En als je het bent, wat ga je doen? Als eerst zal ik mezelf blijven zijn en aan alle Surinamers, jong, oud, man zoals vrouw, zou ik ze willen inspireren om zichzelf te blijven zijn. Maakt niet uit wat. Voor zichzelf te kiezen. Geloven in hunzelf. En met het weinige dat ze hebben, tevreden moeten zijn. Dus het gaat niet zo zijn van Rashida. Rashida is nu Miss Tropical Beauty Suriname 2019. Hallo, praat niet met me, want ik ben... Absoluut niet. Nee. Nee, hè? Nee. En jij zegt, waarvoor ga je je echt inzetten? Dus mensen moeten zichzelf zijn, maar heb je ook een bepaald project dat je gaat oppakken? Ja, natuurlijk. Ik heb gemerkt dat ik dus wat beautyopleidingen betreft, wat ik niet allemaal op één plek kan volgen. Zo ben ik bereid om zo'n beauty-instituut op te richten voor jonge dames. Heren natuurlijk ook, dat mag altijd. Zodat ze dus op één plek de gelegenheid krijgen om dus alle opleidingen één keer te volgen. En zodat ze gelijk van start gaan om te werken.
Wauw, oké. Okay. Ik ga opleiding volgen. Dan word ik mooier. Maar wat ben je? Mix, Hindustaanse, Kriool? Wat? Ik zie van alles in je. Mijn vader is Kriool en mijn moeder is Hindustaan. Ik heb het goed gezien. En hebben zij je ook gesupport om mee te doen? Eerlijk waar, toen ik naar de audities ging, heb ik gewoon mijn mond gehouden. Ik heb niemand gezegd. Dus dan pas toen ik doorging, zei ik mijn moeder van ma, ik ben geweest naar de audities van Miss Tropical Beauty Suriname 2019. En toen zei ze van, ben je door? Ik zei, ja natuurlijk. En dat heb ik hem doorgezegd. Dus ik kreeg ook alle support van mijn familie, mijn vrienden, mijn followers, mensen die ik zelf niet ken. En dat vind ik geweldig. Kennen ze. En dat moet eigenlijk. Wij als Surinamers zijn allemaal één. Dus. En ik verwacht meer. Ik ook. Oké, en Miss Saista, ne? Je hebt een aparte naam. Je houdt van je naam. Ja, heel erg. Wanneer je je voorstelt, ik ben? Saista. Saista. En Saista, je bent lang. Is het altijd een droom van je geweest als klein meisje van, hey, ik wil eens een keer meedoen aan een Miss Contest of zo? Ja, ik vond het altijd leuk. Ik keek altijd op naar die missen. Miss Suriname, Ayabra en Miss Tropical Beauties, Tashana. So. Ja, ik keek altijd op als ik dacht van, ik wil eens ook daar zijn. Hoe was je omgeving toen je zei, ik ga meedoen aan de audities? Hebben ze je gepusht van ga ervoor? Als Rashida, ik had mijn mensen in het begin, had ik ze ook niet gezegd. Mijn tante, ik had er wel gemeld. Maar ik zei, je hoef je niet echt druk te maken. Niet te veel druk zetten, want ik was ook zenuwachtig. Dus toen ik door de audities heen ben gegaan, heb ik mijn moeder gebeld. Ik heb mijn familieleden gezegd. En ze waren allemaal tot nu toe, zijn ze allemaal echt supportief. En ik kreeg berichtjes, ik word opgebeld. Ja, echt. Okay. En jij gaat natuurlijk ook voor. Number one. Natuurlijk. Wat zou je daarna doen? Ik wil daar meer als platform gebruiken voor jongeren te inspireren die nooit hebben gedurfd. Precies als hoe ik nooit gedurfd had of ik nooit gedacht had dat ik het zou kunnen doen. Ik wil inspiratie voor ze zijn. Dat je alles kan doen. Als je iets wil doen, moet je gewoon ervoor gaan. En misschien gesprekken op scholen. Want soms hebben de jongeren dat ook nodig. Hè. Al zeggen ze het niet, maar soms hebben ze die inspiratie echt nodig. En meestal van jongeren als hunzelf. Ja. Dan luisteren ze meer. Okay. Ja. Nee, dus ik zie Miss Shaista al komen en zeggen, luister, zie je me hier staan? Jullie kunnen het ook. Ja. Oké, helemaal. En Miss Tropical Beauties Suriname houdt zich bezig met al van projecten. Hebben jullie dat al? Doen jullie al? Hebben jullie al sociale projecten gedaan of zo? Ja, we hebben al één sociaal project gedaan. We moeten nog eentje doen. Mm-hmm. Het sociaal project hield in dat we naar Huize Emma zijn gegaan. En we hebben gewoon gezellig die dag doorgebracht met ze. Een beetje bingo gespeeld. Miss Rashida heeft een beetje gezongen met ze. Oh, ja. Oh, Rashida kan zingen. Oké. Okay. Ja, ja. Ze had voor haar talent had ze gezongen. Oh. Heel mooi ook. En ja, bingo gespeeld. Oh, ze hebben ook gegeten. Mm-hmm. Een van onze misters heeft gekookt. Zo. Ja, we hebben heel veel talent binnen. Ja, ja, dat was het zo'n beetje. En wat wordt jullie volgende project? Trashtag Movement. Wat is dat? Trashtag Movement. We gaan een plek in Suriname opruimen waar het nodig is. Want Suriname is een heel mooi land. Mm-hmm. Suriname is nog steeds de groenste land op aarde. Mm-hmm. Dus we willen het ook zo houden. Dus ja, het is onze tweede keus. Ja. En ze moeten naar jullie uitkijken. Zeg nou. Ja. Dus wat ik wil zeggen is dat voor onze next project zijn we misschien in de buurt van jullie. Dus hou ons op de hoogte. Volg de pagina van Tropical Beauty Suriname en van Trashtag Movement. En dan zie je waar we zijn bij onze volgende project. Okay. Ik vind het leuk dat jullie ook sociale projecten doen. Is dat een onderdeel? Waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Omdat ook het sociaal-maatschappelijk gevoel naar boven moet komen. Ik moet ook toegeven, toen ik ben gestart met Tropical Beauty Suriname, was dat ook. Ik was ook iemand die, ik geef het ook toe, ook minder sociaal bezig was. Okay. En naarmate je met Tropical Beauties bezig bent, en eigenlijk ook ben gestart, het is niet een vereiste van het buitenland, maar het komt wel erbij dat je een social responsibility krijgt op een gegeven moment. Giving something back to the community. Men denkt altijd dat we alleen maar geld terug moeten geven.
om iets te werkstellen, maar dat hoeft niet. Een klein gebaar, kijk, een dagje, alle talenten waren in huis. Mm-hmm. Om gewoon een paar ouderen vandaag gewoon een leuke dag te bezorgen. En that's just it. Ze zijn dankbaar. Ik weet nog dat we een keer hebben gedaan met de dames, hebben we die ratio's schoongemaakt. Kijk, dat is een van de leukste projecten die we ooit hebben gedaan in mijn leven. Maar al die honden gewassen, die hondenhokken schoongemaakt, met die missen, ja. Twee hebben het nog gepresteerd om op hakken te komen daarvoor. We hebben ook een dagje doorgemaakt met de kinderen van Wisse Betaljada. We hebben, wat hebben we nog meer gedaan? Ik denk met de meeste van India zijn we mangroven gaan planten. We hebben een school gewassen. Ik kan me nog herinneren met Nicole Sayewoon hebben we een hele schoolplein gewassen en school gemaakt. Dus het, je probeert in hun ook een stukje sociaal-maatschappelijk gevoel weer naar boven te brengen. Zodat zij hebben uiteindelijk zien ze ook van, hey, it doesn't take much to do something good. En je voelt jezelf ook wel prettig mee aan het eind. En ik, vrijwillig, het is een beetje vrijwilligerswerk. Het is een dagje opofferen om iets te gaan doen. Maar het is een aanrader voor ieder. Wacht niet tot je in een groep zit. Maar doe het zelf. Ga vanuit je groep en ga iets. Do something back for your community. Ook al zit je eigen straat gewoon even schoonmaken. Geef het voorbeeld. Geef het voorbeeld. Oké, maar Kashaira, wat was jouw talent? Ik heb ook gezongen. Ik heb een Javaans lied gezongen. Legalila. Het betekent loslaten. En ik had zo'n Javaans thema. Ik zelf ben ook Javaans. Ik kwam mijn cultuur een beetje naar binnen. Oh, je bent Javaans? Dat zou ik niet. Je lijkt een beetje op een Hindus dansen. Helemaal niet. Ik heb volgens mij alles in mijn bloed behalve Hindus. Oh, oké. Okay. Vertel, wat zit er allemaal in? Nou, misschien Chinees, Javaan, Creool en Indiaan. Wauw, al die dingen. Wat heb jij? Want jij bent ook Dogla. Ja, ik ben Dogla. Nee. Ik heb Creool, Hindustan, vandaar mijn naam Aruna Abdo. Chinees, mijn opa was Jood. Ik heb laatst vernomen dat we misschien ook inheems hebben. Wat heb ik gemist? We zien het. Letter Suriname. Onderzoeken. Ja, ik ben een Suriname. Ja. Letter Suriname, helemaal. We weten al wat jouw mix is. Jij bent puur. Ja. Mijn moeder is een Saramakaanse dame. Okay. En mijn vader is een Okaner. Oh, dat is. Dat gebeurt niet vaak. Een Okaans en een Saramakaans. Hoe hebben ze dat bewerkstelligd? Liefde. That's the key. En wat was jouw talent? Ik had spoken words. Oh. Ja, schoonheid van de vrouw in het Saramakaans en Nederlands. Ja. En wat was jouw talent? Sang. Sang. Weet je wat, we gaan een kleine talentenronde houden, toch? Ja, we kunnen alles doen. Oké, okay, we beginnen bij jou. Ik geef je die mic en dan mag je in een paar seconden, hoor, je spoken word. I hanse umuye, I hanse umuye, ande kuma I hanse itasi asegede. De schoonheid van een vrouw is niet dat wat wij voorgeschoten krijgen door de media. Wacht even, ik moet het opnemen voor de media. Oké, de mic is yours. Zelfde liedje of wat mag ik aan een liedje? Je mag, hoor, je mag. Voel je vrij. Oké, het liedje is All About You van Emilia. Ik zal even het klein stukje refrein doen. Okay. I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream till the world dry out. So put it in all of the papers, I'm not afraid. They can read all about it, read all about it. No, oh no, no. Oh, no, no. Oh, no, no. Ja, ze hebben talent, hoor. Oké. Zo, oké. Lagalila atiku yintopanchengango sliramu. Tak pak serake opo anane selawase aku meluae. En waarover ging het? Het gaat over loslaten,
zeg maar, als je wat hebt meegemaakt. Of ook om gewoon een persoon loslaten. Yes, let it go. Dus ik heb de hele stage nodig. Nee. Mijn talent was meer een combinatie van drama en dans. Moet ik hier dansen? Nee hoor, ik ga niet dansen. Nee. Maar drama, het hield in. Ik kijk naar mijn telefoon en ik scroll en ik zie een heleboel topics zoals een van ze was. Plastic soep. Die mensen maken die gerechten hoor. Laat maar even klikken en kijken wat het is. Oh nee, is echt geen gerecht hoor. Hier zeggen ze dat alle plastic wat we gebruiken gaat allemaal naar de oceaan en vormt een soort soep. Want plastic, het breekt niet af, weet je. Het is gewoon erg. Wauw. En dat was gewoon een snippet, want ik doe veel meer. Ja, geef ons een applaus. Geweldig. Nou, ik zie dat er echt talent is. Ik ben onder de indruk van jullie. Ik zei jullie aan het begin al, ik ben jullie fan. Nu nog erger. Ik ga helemaal voorin zitten. Nou, om even daarop in te haken. Die talentenronde hebben we juist weer gehad in die show dit jaar. Ja, het is eerder geweest. En het was die avond ook niet makkelijk. Mm. Het was echt niet makkelijk. Het waren 18 hele diverse talenten die we hebben gepresenteerd. We gaan een stukje ervan bij de show ook weer zien. Mm-hmm. Maar 5 van ze gaan wel die avond presenteren. Oh, en toevallig is Aruna 1 van ze. Dus dat gaat u wel zien bij de dingen. Maar de andere kandidaten hebben het ook heel goed gedaan. Mm-hmm. We hebben het een beetje eruit gehaald dit jaar om vanwege ook 18 kandidaten om niet een te lange finale avond te hebben. Want we weten, iedereen komt voor die avond 1 om er mooi uit te zien. Mm-hmm. Want de helft van die show is ook voor die gasten die een kaartje hebben gekocht. Die komen in en uit. Er is een rode loper dit jaar weer. Zoals altijd bij Tropical Beauties gewend. Dus het begin van de show is voor al die gasten. Mm-hmm. En hun mooiste komen naar Torarica. Weet je, foto's maken. En dan eigenlijk, dan wacht iedereen aan die show begint. Tot het einde. Om te zien wie wint. Dat is enorm waarop iedereen wacht. Ja, ik kom ook in mijn gala-adres hoor. Ja. Ja, want jullie zeggen, ik moet, weet je, ga speciaal een dress aanschaffen om te kijken naar mijn mooie dames en die leuke heren. Mag ik jullie heel veel succes toewensen? Ik denk dat jullie ervoor gaan. Jullie hebben er zin in? Helemaal. Hebben jullie een gel of zo? Nee? Nee! Kijkers, hiermee ben ik gekomen aan het eind van dit gedeelte van In Gesprek Met. Leuk, kennis hebben we kunnen maken met 4 dynamische dames. En dit zijn 4 van de 10, dus je begrijpt, de rest zal ook even dynamisch zijn. Dus we weten wat we allemaal kunnen verwachten op 4 augustus. We zijn dan in de ballroom van Torarica. Men kan alvast via onze Facebookpage Tropical Beauty Suriname. Men kan een kaart reserveren. Druk je op het hart, want we houden ervan om last minute te zijn. Dat is onze Surinaamse gewoonte. Mm. Maar als je last minute bent, dan ga je moeten wachten. Of het horen van anderen hoe leuk het is geweest. Dus wees op tijd, want het grappige is, ik krijg ook reserveringen uit het buitenland. Dus er komen ook buitenlanders naar onze show. Dus wees op tijd. Ga naar de Facebookpage van Tropical Beauty Suriname. Of contact een van onze kandidaten. Om er ook bij te zijn bij het Glitter en Gala Event van Suriname. Mr. en Miss Tropical Beauty Suriname. En vergeet ook niet onze kandidaten een support te geven. Door hun foto's te liken. Als het goed is, staan hun galafoto's op de page. Mm-hmm. En als het goed is, komen we straks, misschien na de uitzending of de dag na de uitzending, hebben we de lang verwachte zwemweerfoto's. Daar wacht men ook. Dat is ook een highlight. Men wacht ook op die zwemweerfoto's. Dus geef onze kandidaten een shout-out. Geef ze een support. En als jij denkt dat jij volgend jaar ook hier wil staan, begin ook alvast te checken. En misschien ben jij ook een kandidaat voor 2020. Ja. Jongeren, ga ervoor. Zij kunnen het, jullie kunnen het ook.